de wespen lijken nu een beetje agressief te worden. Wat gebeurt er precies? Ze reageren natuurlijk op het middel wat je erin gespoten hebt. Precies, wel zit al. Nou, daar gaat hij, jongens. In 3, 2, 1. Misschien heb je het al wel gemerkt. Het is pas juli, maar wespen veroorzaken nu al heel veel overlast in Nederland. Wij hebben afgesproken met Hans. Hans heeft een ongediertebestrijdingsbedrijf en wij gaan meelopen. Het zijn twee wespennesten. Het een staat los van het andere. Ergst? Ja. Ja, precies. Nee, ik zie het. Nee, het een staat los. Kan je alvast vertellen wat gebeurt hier? Ik heb een melding gehad van een wespennest. Dus we zijn hier even langs gegaan. Het blijkt er gewoon om twee verschillende wespennesten. Maar het is heel extreem dit jaar. Ja, want jij bent ongediertebestrijder. Wat bestrijd je allemaal? Ja, veel. Op het ogenblik ligt het accent natuurlijk duidelijk wel op bestrijding van wespen. En de wintermaanden, we hebben ook veel contracten bij scholen, bedrijven, restaurants en dergelijke. Ja, wat doen we daar? Muizen, ratten, kakkerlakken, bedwangs. Ik kan wel zeggen dat jij nergens bang voor bent. Mollenbestrijding? Nee, eigenlijk niet. Nee. Rullen we ongediertebestrijding? Spreek me nou eens voor even. En je wordt constant gebeld, zie ik. Is dat allemaal voor de wespen dan? Tegelijk wel. Ik denk 90% wespen. Ja, het is heel extreem dit jaar. Je hebt altijd een piek in het aantal meldingen van wespen. En het ene jaar valt het wat vroeger dan het andere jaar. En nu hebben we een heel droog voorjaar gehad. Waardoor die koningen die vliegen uit. Doorgaans met wel slechte weer. Regen en wind gaan heel veel nesten verloren in het beginstadium. En het jaar hebben we een droge periode gehad. Dus alles is gewoon tot ontwikkeling gekomen. Even kijken. Wat hebben we nodig? We hebben een lange lans die gaat tot 9 meter hoogte. Dus we kijken even eerst waar het nest zit, wat het probleem is. En in dit geval hebben we gewoon een wat kortere lans nodig. En kunnen we gewoon vrij makkelijk bij. Volgens mij zijn wespen ook best wel nuttige beestjes, toch? Het zijn hele nuttige beestjes. Wanneer denk je dan van nou, het is tijd om ze toch weg te halen? Ik vind het eigenlijk helemaal niet nodig. Iedere wesp vangt, laten we zeggen, 5-6 muggen per dag weg. Nou, 6.000 wespen in een nest gaan, reken maar uit, 30.000 muggen. Dus ze hebben zeker een functie in de natuur. Maar ze veroorzaken natuurlijk overlast bij mensen. Dus als ze op plekken zitten waar mensen niet willen. En dat is eigenlijk overal wespen in de buurt van huis. Dan gaan we over tot bestrijding. De wespen lijken nu een beetje agressief te worden. Wat gebeurt er precies? Ze reageren natuurlijk op het middel wat je erin gespoten hebt. Een aantal vliegen eruit, maar uiteindelijk gaan ze allemaal terug. En doordat er nu poeder rondom het nest ligt, dan kruipen ze erheen, ze kruipen het nest in. En zo dringt dat poeder steeds verder door het nest in. En uiteindelijk sterft het nest uit. En als het net is gepompt, een beetje uit de buurt blijven dan? Of? Ja, dan zijn ze ook erg agressief. Vooral die straal daaromheen. Dan is het belangrijk dat je een gepaste afstand houdt. Ja, ja. En anders rennen? Ja. Ben je nou hier klaar? Ja, in principe wel. Ik moet nog afrekenen, dat gaan we niet vergeten. Maar dat belangrijkste fase. En mag ik zo ook even dan? Ja, prima, bij de volgende klant. Net een jaar, gaat er weer. Ja. Hij pakt materiaal, dan gaan we het even uitvoeren. Ja. In orde. Nee, ik moet zeggen, ik vind het best spannend. Ja? Ja. Hoe kan ik me hier een beetje op voorbereiden? Even kijken, deze is best wat hoger. Ik pak van andere lans anders voor jou. Dan maak je even klaar. Komt goed. Top. Dan kun je wat meer afstand bewaren. Ja, dat is goed. Een beetje de kleur. Een splintering pakje van jou, dus kijk. Dat gaat helemaal goed komen. Een heel pak. Dat is mooi. Nou, het kan niet veiliger. Dan word ik zeker niet geprikt. Trek jij het pak maar aan. Ben je er klaar voor, Marusha? Nee. Ik ben doodsbang. Ik heb een hele grote stok voor me, toch? Ja, ik heb een hele grote stok. Heel veel afstand houden. Hier zit een kop in met gif. En dat is een fles met stikstof, lucht. Als jij nog gauw aan de gang gaat, kan ik mijn telefoon opnemen. Ja, laten we dat snel doen. Precies, wel zit al. Nou, daar gaat hij, jongens. In 3, 2, 1. Ja. Nou, dan ligt dus inmiddels het gif over de pui. Ja. Nou, dat was het. Minder spectaculair dan ik had verwacht. Ja, inderdaad. Maar daar denken die wespen heel anders over. Maar gelukkig ben jij goed beschermd. Ja, maar ik niet. Nee. Jij niet? Ik niet. Ik heb wel eens een man gehad die belde op. Die had heel veel wespen in huis. En ik dacht, dat is een bijzonder verhaal. Maar wat bleek, hij hoorde gezoem in de afzuigkap. Had hij de kap eraf getrokken, trok hij het nest kapot. Dus die man is 100 keer gestoken.
Dus ik wou die morgen helpen, dus ik wou die kap weer terug doen. Maar terwijl ik bezig was, lukte het niet. Kropen die wespen onder mijn pak door. Ja, dus ben ik ook heel veel gestoken, ik weet niet hoeveel. Je hebt nog steeds niet dat je denkt van nou, hè, die wespen, daar blijf ik bij uit de buurt? Nee, niet. Nee, absoluut niet. Nou, als je een beetje voorzichtig doet, dan... De pijn went. Ik heb ook niet veel tijd voor pijn, ik heb te druk voor pijn. Ja. Heb ik het goed gedaan? Ja, ik denk het wel. We geven een garantie op, dus als het niet zo is, want ik ga dus nog een keer langskomen. Dan krijgen we rekening. Ja, dan valt nog de factuur. Nou, wij gaan gauw door naar de volgende. Het was weer een hele ervaring. Tot de volgende video. Ziet er mooi uit.